Ja, we zijn hier vanavond bij de openingsavond van de Masters of Luxury in de Rij. Het is dit jaar weer groter dan in voorgaande jaren. En die toegenomen interesse voor luxe producten, die wilde ik dit seizoen testen voor de kijkers van Luxury. Ik ben op bezoek gegaan bij diverse bedrijven actief in het luxe segment. En daar wilde ik vandaag even op terugblikken. Om te beginnen een bezoek wat ik bracht aan Lauwman in verband met de beursgang van Ferrari. De beursgang was een groot succes. De koers steeg op de eerste dag met meer dan 15%. Maar inmiddels is de koers wel wat onder druk gekomen. We noteren inmiddels onder de $50. En dat heeft te maken met wat we toen ook al zeiden. Dat beleggers zich niet rijk moesten rekenen. Omdat wil de productie zeg maar exclusief blijven. Dan kunnen ze gewoon niet te veel auto's produceren. En dat heeft gevolgen voor de beurskoers. Ook onderzocht ik de wereld van luxe horloges en luxe sieraden. Door op bezoek te gaan bij Gazan. En mijn conclusie na dat bezoek was dat er weliswaar een groeivertraging is in het toerisme vanuit China. Maar dat op het moment dat die groeivertraging zich stabiliseert, en dat ik verwacht dat dat de komende 12 maanden wel gaat gebeuren, dat er hele mooie kansen liggen voor een Zwitsers bedrijf, genaamd Richemont. Maar ja, het betekent dus wel dat timing van aankoop is wel cruciaal bij dit aandeel. Ook onderzocht ik de wereld van luxe chocola en dat vond ik zelf een heel leuk bezoek bij Puccini in Amsterdam. De conclusie was dat in 2015 de volumestijging beperkt was door de hoge prijs van cacao en chocola. Maar dat de kansen in de toekomst er toch wel degelijk liggen. Met name als de Chinezen, die op dit moment nog maar 10% consumeren aan chocola van wat wij hier in Nederland consumeren. Als die een beetje meer gaan consumeren de komende jaren, dan is de wereldmarktleider op dit gebied, het Zwitserse Barry Callebaut, die daar het meest van kan gaan profiteren. Ook onderzocht ik de kansen voor sportartikelen in de golfsport. Ik ging golf met Yves Geiraat op Golfbaan International in Amsterdam. En de conclusies van die dag waren is dat eigenlijk de golfsport alleen is de derde sport van Nederland. We hebben gekeken naar Nike, Adidas, maar het merk wat er echt uitspringt en in Amerika beursgenoteerd is het merk Under Armour. Het slaat enorm aan bij de jeugd en is bekend van de golfer Jordan Spieth, van de voetbalclub AZ en in Nederland ook van Memphis Depay als persoonlijk sponsor. En Yves, wie speelde er ook weer het beste die dag? Weet jij het nog? Ik wens u namens Antaurus heel veel beleggingswijsheid toe in 2016. En ik ga nu even genieten van alle mooie weelde hier op deze beurs. Proost! Onze culinaire verslaggever Karsten Klint heeft ook zijn smoking uit de kast getrokken. En op Masters of Luxury gaat hij op zoek naar een chef-kok. En uiteraard komt hij terug met een prachtig recept.